We hebben al gezien dat het mogelijk is om uit elektrische energie bewegingsenergie te maken. En dat doe je door middel van een elektromotor. En die elektromotor die werkt met de Lorentzkrachten. En daarmee kun je dus een beweging creëren met elektrische energie, met een elektrische stroom. Zou het ook andersom kunnen? Zou je ook uit een beweging elektriciteit kunnen halen? Dat gaan we bekijken. En om dat goed te kunnen doen, moeten we eerst een nieuw begrip, een nieuwe definitie erbij nemen. En dat is het begrip flux. En flux heeft als letter de Griekse letter phi. Die staat er ook gegeven. Goed, wat is flux? De flux is gedefinieerd als het aantal veldlijnen wat door een oppervlak prikt. En dat oppervlak is dan vaak het oppervlak van een winding, hè, van een rondlopend elektrisch draadje. En hoe meer veldlijnen er door die winding prikken, hoe groter de flux is. Dan moet ik er meteen bij zeggen dat je de veldlijnen nooit kunt tellen. Veldlijnen zijn onzichtbaar. Dus daarom dat er ook niet staat een aantal, maar het is een maat voor het aantal. De flux is maximaal wanneer de veldlijnen loodrecht op het oppervlak staan. Kijk maar eens mee. Het oppervlak is hier horizontaal. De veldlijnen lopen verticaal. En in deze situatie heb je de maximale hoeveelheid veldlijnen die door het oppervlak lopen. Wat zou er nou gebeuren wanneer ik die veldlijnen onder een hoek zet met het oppervlak? Nou, dat kun je hier zien. Hier zijn ze onder een hoek met elkaar gezet. En wat zie je gebeuren? Er lopen minder veldlijnen door het oppervlak heen. Je kunt ook anders zeggen. Je kunt ook zeggen, in deze situatie staan de veldlijnen onder een hoek met de normaal van het oppervlak. En de normaal van het oppervlak staat dus loodrecht op het oppervlak. Die hoek heb ik hier alfa genoemd. En als je hiermee nou moet rekenen, dan zou je moeten kijken hoe groot is nu de component van B, van de veldlijnen, van het veld, magnetisch veld B, die loodrecht staat op het oppervlak. En dat is dus deze component. Als ik dat hier construeer, en hier ook zo, dan is dat dus deze component waar we in geïnteresseerd zijn. En deze hoek hebben we alfa genoemd. En dan zie je dat je die kunt uitrekenen, want die component is de cosinus alfa maal de schuine zijde. En dat is de veldsterkte B. Dat komt dadelijk terug in een formuletje. Hoe groter de hoek wordt, hoe kleiner die component wordt die loodrecht staat op het oppervlak. Dat heeft natuurlijk een bepaalde maximumwaarde. En dat is de volgende waarde. Wanneer de veldlijnen precies evenwijdig lopen aan het oppervlak, dan is die hoek 90 graden. En dan is de loodrechte component van B is 0. En dan kun je dus concluderen, dan is de flux ook 0. Hoe zetten we dit in de formulevorm? Nou, als volgt. De maximale flux is gelijk aan B maal A. En B is dan de sterkte van het magnetisch veld. A is het oppervlak. B was een Tesla. A is natuurlijk een vierkante meter. Dus de eenheid van flux is een Tesla vierkante meter. En dat is later Weber gaan heten. Maar we kunnen deze formule ook aanvullen. Voor alle situaties. De flux is dan gelijk aan B maal A maal de cosinus van de hoek tussen de normaal van het oppervlak en het magnetisch veld. Nu we weten wat flux is, kunnen we deze gaan gebruiken. En we gaan eens kijken wat er nou kan gebeuren wanneer je de veldlijnen door een oppervlak gaat veranderen. Want dat is wat er gebeurt. We gaan kijken naar een dynamo. En een dynamo is niets anders dan een draaiende magneet in de buurt van een spoeltje. En het spoeltje zie je dus het oppervlak. En de magneet zorgt voor de magnetische veldlijnen. Wanneer die magneet draait, zul je zien dat de flux door de spoel continu verandert. Nou, hier hebben we de spoel. En we gaan eens kijken wat er gebeurt als we de magneet hier bij zetten. Hier is de magneet. En we gaan daar de magneet draaien en we gaan kijken wat er met de flux dan gaat gebeuren. Nou, de magneet gaat draaien. Er komen nu meer veldlijnen, net waar er eigenlijk geen één veldlijn liep door het oppervlak. Nu gaan er al een aantal veldlijnen door het oppervlak, dus de flux is groter geworden.
In deze situatie gaan de veldlijnen maximaal door het oppervlak, hebben de maximale flux. Als die doordraait, wordt die flux weer kleiner. Hier is de flux weer 0. En nu komen de veldlijnen door de andere kant van het oppervlak. Dus de flux wordt nu ook negatief. Hier hebben we de maximaal negatieve flux. En we zijn zo helemaal rond. We hebben nu één keer de magneet laten draaien. Hoe zou je dat kunnen weergeven? Nou, als je dat een beetje zou versimpelen, dan zou de flux ongeveer zo veranderen in de loop van de tijd. Grootste gedeelte is er zo goed als geen flux. En op een gegeven moment krijg je een piek als de zuidpool langsloopt. Als de noordpool langsloopt, krijg je een piek. En een dal als de zuidpool langsloopt. Deze grafiek van de draaiende magneet gaan we gebruiken. Kijk maar mee. Wat blijkt nu het geval te zijn? Telkens als de flux verandert, krijg je een spanning in de spoel. En die spanning heet de inductiespanning. Hier hebben we weer het grafiekje van de flux. Op de y-as de grootte van de flux in Weber en op de x-as de tijd. Nu gaan we eens kijken, wat voor spanning meet ik nu in mijn spoel? En dan blijkt dan deze spanning te zijn. Je ziet twee keer twee pultjes voorbij komen. Kunnen we ook verklaren wat er hier nu eigenlijk gebeurt? Ja, dat kan. Blijkbaar krijg je dus een spanning in die spoel wanneer de flux verandert. Kijk maar, want in het eerste rechtstuk verandert de flux niet. Als die op zijn top is, is die ook even recht. Verandert de flux ook niet. Hier krijgen we een groot rechtstuk, verandert de flux niet. Weer het dal, ook een rechtstuk, verandert de flux niet. En aan het einde verandert de flux ook niet. Dus als de flux niet verandert, gebeurt er niks. Alleen als de flux aan het veranderen is, dan krijg je een inductiestroom. En in formulevorm kun je dat zo opschrijven. U-inductie is gelijk aan de verandering van de flux in de loop van de tijd. Deze formule staat natuurlijk in de BINAS, die kun je daar ook terugvinden. En deze N is niets anders dan het aantal windingen in de spoel. Want je snapt wel, als ik een spoel heb met 10 windingen, dan zal het effect en ook de gemeten inductiespanning 10 keer zo groot zijn dan wanneer ik een spoel heb met maar 1 winding. Dus die inductiespanning hangt eigenlijk van 3 dingen af. Het hangt af van het aantal windingen in mijn spoel. Het hangt af van de grootte van het oppervlak. Als ik een hele grote spoel neem, dan zal die fluxverandering ook groter zijn dan bij een kleine spoel. En het hangt af van de snelheid waarmee die spoel ronddraait. Hoe sneller die spoel ronddraait, hoe hoger hier mijn pieken worden, hoe groter mijn inductiespanning zal zijn.